De nieuwe H-bochttribune op het TT-circuit is opgeleverd en is al lang uitverkocht. Net als alle andere 53.000 tribunekaarten. Er ligt een nieuw glasvezelnetwerk rond het circuit, waardoor iedereen contactloos kan betalen. En de races zijn spannender dan ooit. De eerste TT op zondag zorgde vorig jaar voor een uitverkocht huis. En dus lijkt er geen vuiltje aan de lucht voor de 87ste TT. Wel is het die dag concurrentie van de Formule 1 race van Azerbeidzjan. Als ik zie hoe de voorverkoop is gegaan. Je weet, vorig jaar waren we uitverkocht op de wedstrijddag. 105.000 mensen. Ja, en dit jaar gaat het allemaal nog veel sneller. En niet een beetje, maar echt veel sneller. Dus ik verwacht eigenlijk weer gewoon full house op de zondag. En de trainingsdag, de tweede op zaterdag, is vorig jaar ook significant beter bezocht. En dat verwacht ik dit jaar weer. Dus we zijn heel positief gestemd. TT-winnaar van weleer Wil Hartog is de extra blikvanger deze TT. De grasdroger uit Abbekerk is inmiddels 69 jaar, maar nog volop aan het werk en nog altijd even kwiek. Op de TT-zondag rijdt hij een ereronde met zijn kornuiten van toen. Ik moet u heel eerlijk zeggen, ik vind het een hele grote eer dat men deze moeite allemaal neemt, omdat het heel moeilijk is om dat voor elkaar te krijgen. En als je dan hier weer straks voor 130.000 mensen je rondje mag rijden. Ik zie er nu al naar uit en ik vind het een groot voorrecht dat dit mogelijk is. Een fantastische herinnering. Exact op dezelfde datum, 40 jaar terug, 25 juni. De mooiste dag van mijn leven, nog een keer in herinnering mee te maken. Ken je deze man wel niet? Ja, natuurlijk. Ik denk dat iedereen hem wel kent. Heb je de beelden gezien? Ja, die heb ik wel eens gekeken. Zo moet het met jou ook eindigen, hè? Ja. Als Walid 70 is of zo, dat jij dan ook hier nog zit op zo'n persconferentie, zou toch mooi zijn, hè? Ja, ik denk wel aan een rolstoel. En Walid Soppa uit Coevorden moet de Drentse eer hoog houden. Hij rijdt twee races in de Red Bull Rookies Cup.